te halen. Een vroeg doelpunt, dat is waar jullie bang moeten voor zijn. Vroeg tegendoelpunt bedoel ik dan. Ja, dat klopt. Maar ook dan is de wedstrijd nog niet gespeeld. Omdat ik er toch van uitga dat we voldoende dreiging in huis hebben om op welk moment dan ook te kunnen scoren. Maar een vroege tegengoal is inderdaad niet prettig. Hoe liggen de kansen? Ja, in percentages is dat zeker tegen deze ploeg die, ook als ze niet goed spelen, toch het vermogen hebben om kansen af te dwingen, is heel moeilijk uit te drukken. Ik heb laatst al gezegd 49-51, laten we het daar maar op houden. Maar ik weet nog niet welk percentage bij welke club hoort. Goed, bedankt en succes ermee. Dank u. Dit zal een morele tik voor de Tsjechen zijn. Daar moeten die Tsjechen moedeloos van worden.
Sparta Praag bespaard vanavond. Deze schok wil overal moeten nemen op hun tegenstanders. Dan is dat niet omdat die Jaroslik en Zelenka niet kunnen voetballen, maar heeft wel vooral met de tactische ingrepen van hun trainer te maken. Want op zich zijn natuurlijk altijd fantastische voetballers. Weer van Beuren die goed vooruit kwam, dat moet hij zijn. Nee, weer niet. Ja, daar wordt monster zwaar aangetrapt hoor. Door Baranek. Kronkelen van de pijn, Jan Moos. Ja, ja, dit is... Misschien krijgen we dat nog eens vertraagd te zien, Baranek. Ja. Wat is die doen? Afmaken. Ik heb een motie hier. Ongelukje, maar daarom niet minder pijnlijk. Give me something to dance to. Dat dit hen een nieuwe lans zou geven. Maar Wesley Song zet hen op een nummer. Yo, give me something to dance to. We'll be right back.
Ze durven niet meer kijken op de bank. Ane mare tu e bate ma tua.